Dit is Crossroads Country Radio, het station waar alle soorten country zich thuis voelen. Ik heb haar inmiddels aan de lijn, maar wij gaan beginnen met een nummer van een, ja, zeg maar een demo-cd'tje die Pam M. Jones heeft. En we gaan luisteren naar Every Little Thing. En als dat gedraaid is, dan gaan we Pam in de uitzending halen. Ja, de klanken van Pam M. Jones, Every Little Thing. En ik heb er inmiddels aan de telefoon hangen. Goedenavond, Pam. Hey, André. Goedenavond. Ja. Nou, ja, ik heb er al een vooraankondiging van gedaan, dat we een interview hebben met jou vanavond. En natuurlijk ook, was het stond je op het verlanglijstje van Hans Boelens van Bullet Country. Die was ook wel heel benieuwd naar wie nou de vrouw is achter Pam M. Jones. Voor de luisteraars die jou nog niet kennen, wie is Pam M. Jones? Een heel leuke countryzangeres uit Tiel. Dan weten ze me in ieder geval te vinden, toch? Oké, niet toevallig te buur. Ik heb gewoon als enorme hobby gewoon de countrymuziek. En eigenlijk is het the way of life wat dat betreft. Want ja, het hele huis is ook in country ingericht. Dus wat dat betreft, je ziet het als je hier in de straat aankomt rijden. En dan zie je al dat ik hier woon. Dus ik denk dat dat al heel wat zegt over mij. Oké, dus dat de country zo'n warm hart toedraagt, zeg maar. Ja. En daarmee sneeuw je Frans-Duits een beetje onder? Ik mag hopen dat het in de toekomst zo is en dat ik op de kade sta hier, wat Frans dus laat voor elkaar heeft gekregen. Ja. Nou, Frans maakt op zijn beurt ook heerlijke muziek, hoor. Maar het is niet mijn stijl van muziek, zeg maar. Okay. Ik vind het verder heel leuk om naar te luisteren, maar toch niet verder, niet helemaal mijn soort muziek, zeg maar. Oké. Ja, en ja, daar gaan we dan. Hoe is de liefde voor de countrymuziek ontstaan? Ik denk al heel, heel vroeg. Als klein kind sowieso. Mijn ouders die hadden een hele platencollectie van de grote Verenigde Countrywereld. En ik zeg hadden, want die heb ik inmiddels. Daar heb ik dus wel op een gegeven moment voor gezorgd van, lieve papi en mami, jullie hebben daar iets heel moois van, dat doen jullie niks met mij. En nou, dat is een enorm bezit. Wat dat betreft ben ik daar gewoon zo gelukkig mee. Want ik zie mijzelf nog als klein kind met die enorme koptelefoons van vroeger. Ja. Dan zie ik mij gewoon daar staan met die plaats spelen van mijn vader. En dan gewoon Willie Nelson, Emmylou Harris, Tammy Wynette en lekker meeblerren. Dat toen nog hartstikke vals als je mij vraagt. Maar en niet zo echt Engels, gewoon. Dat ik deed gewoon waarvan ik dacht wat ze zongen. Oké. Het is inmiddels wel veranderd, hoor. Ik weet wel wat de teksten zeggen nu, hoor. Even voor de goede orde. Oké. En zitten daar dan ook, zijn daar ook automatisch jouw voorbeelden uitgegroeid, uit die muziek? Ja, ik denk het wel, want Emmylou Harris en Tammy Wynette, dat waren toen sowieso mijn grote voorbeelden. En die hebben gewoon heerlijke muziek die nu nog steeds het goed doet bij het publiek eigenlijk. Ja, soms zetten ze een beat onder, dan denk je van, dan heb je het oude nummer van Emmylou Harris en ineens sta je daarop te springen en denk, ja oké, dat kan natuurlijk ook, maar voor de rest blijft het nummer hetzelfde en dat is zoiets, nostalgie zeg maar, waar ik dus nu op dans en dat vind ik heerlijk, want dat is mijn andere grote hobby, hè, dat line dancing, dat is, nemen ze me niet af, dat doe ik al ruim 12 jaar en dat is iets, dat vind ik zo heerlijk om te doen, dat kan ik mijn ei kwijt zeg maar, dat naast het zingen. Oké, en dat combineer je dan gewoon met het zingen? Ja, dat sowieso, want zeg maar, het een staat toch in verbinding met het ander. Ja. Want ik weet wat de line dancers, ja, waar ze op dansen natuurlijk en wat er dan geliefd is. En daar probeer ik dan ook wel voor te zorgen dat ik de muziek breng en de dansjes erbij te bedenken, zeg maar. Alleen dat werkt niet altijd, want dan kondig je de dans aan en dan is het in het noorden, zeg maar, anders dan in het zuiden. En dan gaan ze even leuk hun eigen dans doen en denk, oh prima. En dan schrijf ik achteraf gauw op wat ze erop deden. En dan denk ik, oh, die kan ik voor de volgende keer gebruiken. Ja, precies. Nou heb je 3 demo-nummers van de week opgestuurd naar ons. Maar ik kan me voorstellen dat als je een set zingt, dat dan niet bij die 3 nummers blijft. Wat zing je zoal nog meer als
Dus die drie nummers? Nee, dat zijn er wel ietsje meer dan die drie natuurlijk. En het is voornamelijk muziek van mijn idool Reba McEntire en Trisha Yearwood, Leon Rimes. En het zijn er eigenlijk ook, als ik vlotte nummers kan vinden, dan zijn die al heel gauw ertussen in. Het maakt me dan niet zo heel veel meer uit van wie. Maar doorgaans kijk ik als eerste naar Trisha Yearwood en Reba McEntire. Dat zijn gewoon mijn favorieten. Ja. Alleen Reba is niet makkelijk voor line dance publiek. Dus dan moet je echt gaan zoeken, zeg maar. Oké. Okay. En dat ligt ook in jouw stembereik, zeg maar? Reba, dat moet ik echt gaan zoeken in haar nummers. Want niet alles ligt binnen mijn stembereik. Want zij zingt vrij hoog. Maar Trisha, dat is echt gewoon op mijn lijn. En dan denk ik van ja, dat is het gewoon. Okay. Maar dan zoek je ook echt naar de vlotte nummers. En Trisha heeft ook echt die onhebbelijkheid om allemaal ballads te gaan zingen. Ja. En ik zeg dat op een positieve manier, want ik vind het zelf ontzettend mooi. Het heeft alleen geen zin om dat voor line dance publiek te doen. Dus dat blerk ik hierboven, om het zomaar oneerbiedig te zeggen. En voor het line dance publiek is het gewoon waar ze op kunnen dansen, zeg maar. Oké. Okay. En heb je al wat leuke optredens gehad? Kan je ons een voorbeeld of een idee van geven? Nou, al aardig wat inmiddels. En dat moet ik wel zeggen van... ik heb vroeger in een band gezeten. Ik heb ook in een driemansformatie gezeten. Maar dat is door persoonlijke omstandigheden van bandleden... is dat helaas overgegaan. En toen ben ik solo gegaan. En in het begin is dat gewoon even zoeken van... zonder die band achter je is toch wel heel vreemd in het begin natuurlijk. Ja. En op een gegeven moment had ik zoiets van... ik ga er gewoon voor. En toen was onze club, die bestond 12,5 jaar... En dat is Ozark & Friends in Lunteren. En daar dans ik al ruim 12 jaar. En ik dacht, ik ga ze gewoon verrassen. En ik ben gewoon sets in elkaar gaan draaien. En ik ben gaan zingen. En dat werd goed ontvangen. En toen had ik inmiddels kennis gemaakt met Fred Schellen. En Fred die nodigde mij uit. En die keek op mijn hives. En die zag dat wij ook al een keer een eigen BSD hadden opgenomen. En toen is het balletje gaan rollen. En van de ene kom je in het andere. En toen stond ik door toeren van Fred en zijn vrouw Irma. Ineens een toren op het podium. En dat is zo super, joh. Dat wil ik niet weten. Dat zou ik wel elk jaar willen. Ja. Had je niet de bibbers dan? Met in één keer zoveel mensen? Of had nee, je dat? Nee, de bibbers heb ik als ik zeg maar voor mijn familie sta te zingen. Ja. Dan kan ik die microfoon amper vasthouden. En denk ik, oh jee, wat zeggen ze straks? En voor een paar honderd man denk ik, ach ja, ik bedoel, je vindt het leuk of vindt het niet leuk. Ik vind het leuk om te doen. En daar ga ik dan voor. Ja. Ja, dat is dat ik dat op dat moment ook wel gewoon uitbreng, zeg maar, van ik sta er heerlijk mijn ding te doen en na afloop heb ik een voldaan gevoel. En dat is, die paar honderd man die er staan, ik hoop dat ze het allemaal leuk vinden. En ja, of dat ze op dat moment geen tomaten bij zich hebben natuurlijk, voor degene die het niet leuk vindt, hè. Nee, klopt helemaal. Ik moet ook zeggen dat ik dat van Fred natuurlijk ook heel super lief en collegiaal vind, dat hij toch, wat het... doet hij niet bij jou alleen, dat heb ja, ik dat al... Klopt, ja. Ja, doet hij met meerdere beginnende artiesten, hè, dat hij ze een beetje een hoe noemen ze dat? Een opstapje wil geven, ja. Nee, ja, maar eigenlijk mede daardoor, door Fred en Irma, zeg maar, heb ik ook veel meer country-artiesten leren kennen. Ja. Die hij dus ook inderdaad een opstapje geeft. En zo onder andere Shirley. Ja. Dat is een van mijn favorieten. En ook een schat van een meid en met een fantastische stem. Ja. En Corrie de Bruin natuurlijk, ook zo'n liefde die ik overal tegenkom. Dat altijd heerlijk om elkaar te zien. En ja, we waarderen elkaars muziek. En het is gewoon ook over en weer hebben we contact met elkaar. Ik vind dat hartstikke leuk. Dat daar heeft Fred toch wel voor gezorgd. Dat ik helemaal in dat wereldje nou thuis ben, zeg maar. Ja, nou, dus dat is helemaal super. Maar goed, Fred die heeft onlangs ook een interview gegeven bij ons. Naar aanleiding van zijn CD Second Time. Maar over CD's gesproken, zit er van jou nog wat aan te komen? Want ik neem aan dat... dat jouw persoonlijke fans een beetje aan de deur kloppen van, zeg Pam? Ja, het wordt steeds meer en meer gevraagd. Ja. En dan zo meer wat ook dringend zo, wordt tijd dat dat kan. En ik moet zeggen, ik zal een tipje van de sluier oplichten. Het is de bedoeling dat die begin volgend jaar er inderdaad is. Aha. En ik heb toevallig ook vandaag een heel belangrijk persoon erover gesproken. Die daarbij een hele grote rol gaat spelen. En ook altijd eigenlijk heel kritisch is geweest in mijn hele leven en mij over
me begeleid heeft, dus mijn broer. En daarmee heb ik ook in de band gezeten. We hebben allebei de liedzang gedaan. En ik heb ook met hem in de driemansformatie gezeten. En hij weet gewoon alle ins en outs van de muziek. Dus wat dat betreft heb ik daar een hele goede aan. En nou ja, hij zal me helemaal begeleiden. Dus, maar er is een heleboel gaat aan vooraf. En dat weten alle mensen die ons idee hebben gemaakt. Het is niet zo van, ik zing hem even in en ik maak een foto en morgen ligt hij in de winkel. Nee. Nee, er komt dus wel even wat bekijken. Ik heb echt die tijd wel nodig, zeg maar. En het is de bedoeling dat hij begin volgend jaar er is en dat er dan een presentatie komt. Nou, spannend. Wij zijn, wij zijn heel, heel benieuwd. En staan er nog leuke optredens voor de deur? Op dit moment is het een beetje rustig. Dat ik, dus ik hoop dat de mensen zeg maar mij uit willen nodigen. Ja. Maar ik vraag ook wel hier of daar van, vind je het leuk als ik kom zingen? En soms krijg ik onverwacht zomaar via de mails, als de Country Barn in Bornebroek. Ja. En dan ben ik dan op de 2 juli bij Fred dan natuurlijk. Dus dat is allemaal zo een beetje. Oh, gezellig. Blijft in contact met elkaar. En dan via hun, zeg maar, zijn de mensen aanwezig. En die vraag je dan ook weer. En dat vind ik gewoon zo superleuk. Ja, op dit moment is het mij iets te rustig met optredens, maar dan ga ik gewoon naar optredens van de anderen en daar leer je ook gewoon weer heel veel van. Oké, dus je gaat op 2 juli in de Country Barn bij je gastvrouw Francine. Ga je een setje doen bij Fred? Nee, dat is, is niet in de bedoeling, maar ach, hè? Wie weet, hè? Nee, ik ga heerlijk van Fred's muziek genieten. Ja. En van de mensen die ik daar inmiddels allemaal heb leren kennen. Want je ontmoet zoveel leuke countryvrienden in dit wereldje. Dat, het is gewoon heerlijk om elkaar iedere keer weer op andere plekken te zien, zeg maar. Ja. En zomaar weer in conclaaf met Francine, denk ik zo. Ja. Nee, dat, dat gaat vast wel goed komen hoor, want Francine is niet de moeilijkste, hè? Nee, dat is zeker heel leuk. Ik heb pas opgetreden en het was zo ontzettend leuk. Ja. En die mensen, Francine en Jo zijn zulke hartelijke mensen. Wat dat betreft, als ik maar kan, dan ga ik erheen, zeg maar. Oké. Maar dus als de mensen van lijndansverenigingen zitten te luisteren en die zouden jou voor een avondje, voor een set willen boeken, waar kunnen ze dan terecht? Op de site van Pam & Jones. Ja. .nl, zullen we maar zeggen. Nee, en dan ben je er zo en daar staat alles op. En er staat ook, zeg maar, hoe je mij kunt bereiken. En je kunt wat in mijn gastenboek invullen. Altijd leuk om te lezen. Dat vind ik soms zo van die superlieve berichtjes. En dan gewoon Pam & Jones. En dan zie ik, zeg maar, wie mij nodig heeft, zullen we maar zeggen. Ik zit ook op Hives. En dat vind ik ook altijd leuk om berichtjes te krijgen. En dat begint langzaam te groeien aan vrienden. En dan soms dan zie je ook mensen die jou willen toevoegen. En dan denk ik, wie is dat dan? En dat blijkt dan iemand die je al lang gezien hebt in de countrywereld. En zo leuk hoe dat wereldje in elkaar zit, zeg maar. Je hebt elkaar gewoon nodig sowieso. Ja, nee, dat klopt helemaal. Dus als men jou wil bereiken, dan kunnen ze naar www.pamandjones. Ja. .nl. Ik denk vooral die M niet, want anders krijg je, ik weet niet hoeveel Pam Jones, en dat werkt dan niet natuurlijk, maar het is gewoon Pam M. Jones. Ja, en waar staat dan die M voor? Niet voor McDonald's, denk ik. Eigenlijk heet ik gewoon zo op zijn Hollands gezegd, zullen we maar zeggen. Want het is gewoon, ik heet eigenlijk al mijn leven lang P.M. Jansen. Om zomaar een tipje van de sluier op te lichten. Ja. En daar heb ik gewoon Jones van gemaakt. Want anders blijft het toch altijd maar zo Jansen en zo. Jansen. Dat vond ik toch niet zo leuk. Ja. Nee. Nou, ik vind hem heel origineel. Ik vind het mooie. Ja, het is heel dicht bij mezelf eigenlijk. Ja. Ja. Ja, en een mooie artiestennaam. Ja, dankjewel. Goed, zou je de luisteraars nog verder iets willen zeggen of willen mededelen? Nou, ik vind het altijd hartstikke leuk om te komen optreden. Zeker voor linedance clubs. Ja. En ik ben al bij verschillende clubs geweest. En ook al helemaal in het zuiden des lands. En daar ben ik toen begonnen met Fred in Sittard. En daaruit, daar is zo'n leuke vriendenkring ontstaan. Die mensen die kom je dan ook overal tegen. Dat is ontzettend leuk. En dat is iets wat ik het liefste doe. Optreden en dan het liefst voor linedance clubs. Dat vind ik het allerleukste wat er is. Ja, oké. Nou, dan wil ik je, mijn vragen zijn inmiddels op. En ik wil je heel veel succes wensen. Natuurlijk, hou ons op de hoogte als de CD er uiteraard is.
Ja, meld het om, want dan kunnen we natuurlijk... Dan zijn jullie de eerste, eerlijk is eerlijk. Dan kunnen we daar weer aandacht aan besteden. Ja, ja. Ik heb inmiddels ook jouw tweede demo-nummer opgezocht. En dat is tevens jouw favoriete nummer. Why haven't I heard from you, van Rita McIntyre. Ik vind het zo'n heerlijk nummer. En dit is het nummer, het eigenlijk bijna het enige nummer waarmee ik altijd in de zaal ga lopen. Dat is, en dan spreek ik mensen aan, soms schrikken ze zich wild dat je ineens achter ze staat, want ze verwachten dat je op het podium blijft staan. Ja. Maar dat is zo'n heerlijk nummer, joh. Dat is, nou, dan blij dat je voor hem wilt draaien. En bedankt voor de uitnodiging sowieso. Ik vond het hartstikke leuk interview. Dus, nou, dat hebben we uiteraard heel graag gedaan. En wij wensen jou ook natuurlijk namens onze luisteraars heel veel succes met jouw carrière. Ja, dankjewel. En we komen elkaar zeker tegen. Ja, echt wel. Hey, tot de volgende keer sowieso, okay. Hè? Hey. Ja, dankjewel Pam. Hey, dankjewel André. Doei. Doei. An old boy named Bell invented a contraption that we know so well. By the 1950s, we're in everybody's home. There's a crazy little thing they call the telephone. Now there's one in every corner, in the back of every bar. You can get one in your briefcase, on a plane or in your car. Tell me why, haven't I heard from you? Tell me why haven't I heard from you? Why haven't I heard from you? I said, darling, honey, what is your excuse? Why haven't I heard from you? Well, there's no problem getting to me. And dial direct, I got full forward and full wing. You can even call collect. The service man, he told me that my phone is working fine. And I have come to the conclusion, problem isn't with my line. I'm sure the operator will be glad to quit your cruise. So dial simple for assistance if this all confuses you. Tell me why haven't I heard from you? Tell me why haven't I heard from you? Why haven't I heard?
what's your excuse? Why haven't I heard from you? Well, there's no problem getting to me, baby. You can dial direct. I got full forward and full wing. You can even call collect. The surface man, he told me that my phone is working fine, and I have come to the conclusion problem isn't with my line. I'm sure the operator will be glad to quit your crew, so thou'll seek me for assistance if this all confuses you. Tell me why.